Welk gevoel overheerst bij jou, Jelle? Wat denk je? Teleurstelling. Als je vriest, dan ben je nooit blij. Dus, ja. Het zat er aan het einde volgens mij nog wel in. Maakt dat je gevoel van balen nog extra groot? Nee, maakt helemaal niet uit. Verliezen is verliezen en dan baal je altijd. Ook al kwam ik achter 3-1, had ik nog steeds het gevoel dat ik nog kon winnen. Dus nee, die laatste set had ik gewoon moeten winnen en dat heb ik niet gedaan. Kun je voor jezelf al een verklaring vinden, ja, waar het dan misgaat vandaag? Ik voor mij eigenlijk wel, ja. Wil je die ook al delen? Die, Nee. Dat is, ik ben niet iemand van de excuses. Dus ik heb niet goed genoeg gegooid. Ik heb kansjes gehad en gemist. En hij gooide gewoon beter. Ja, en dan zei je dus hier wat je al zei. Met je pest in het lijf. Met je gevoel had dat er gewoon meer in zat. Ja, dat zei je net ook al. Klopt. De wedstrijd zelf. Zijn er momenten in de wedstrijd waarvan je zegt van ja, daar heb ik iets, had ik meer kunnen doen of heb ik het laten liggen? Ik krijg 2 pijlen om de laatste set te winnen en dan mag ik de laatste set zelf beginnen. Dus daar heb ik het voornamelijk laten liggen.